Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. Deze aflevering is wat korter, want ik ben namelijk niet in Nederland op het moment. Dat betekent dus dat ik geen uitslagen heb en geen ranglijsten, etc. De standen worden natuurlijk wel nagekeken. Of dat is dinsdag, of dat doet misschien Luc wel. Dan moet ik nog even aan hem vragen, maar als hij dat niet wil, dan doe ik dat dinsdag. En dan neem ik alles gewoon weer mee de volgende aflevering. Maar we moeten natuurlijk wel gewoon voorspellen. We beginnen met de Europa Conference League halve finale tussen West Ham United en AZ. Een hele belangrijke. En de Eredivisie wedstrijden voor speelronde 32, namelijk FC Twente tegen NEC, Volendam tegen Sparta, Heerenveen ontvangt Excelsior, FC Utrecht moet tegen RKC, Vitesse moet thuis tegen Cambuur, Groningen ontvangt nu nog in de Eredivisie Ajax, Feyenoord moet thuis in de Kuip tegen Go Ahead Eagles, AZ ontvangt FC Emmen en PSV moet tegen Fortuna Sittard. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze korte video. Vond je het een leuke video? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag volgende week weer met de uitslagen. Adios, amigos.